مدعی لاکھ پورا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منصور خدا ہوتا ہے۔ دامز ایر لوسٹرار فن ہارت گڈ مورگن این ویلکم ٹو دیس ایرسٹ افلیورنگ فن اونس نیو سیزون فن گسترن ونداگ این مورگن رشید پیرکانس کل آج اور کل۔ دیر از اونس ایرسٹ افلیورنگ نا این بریک فن پک ویگ این ماند op deze zaterdag van 3 oktober 2020. Rashid Pierkans Kal Ajor Kal wordt live uitgezonden vanuit Paramaribo, Suriname en is nu te beluisteren via de RBN radiofrequentie RP The Hot One 89.7 FM. Deze uitzending is ook te beluisteren via ECMI Radio 91.3 FM. Deze uitzending is ook online te beluisteren via de website van Dagblad Suriname. Daarvoor gaat u naar dbsuriname.com. Kalajorkal is ook live te zien via YouTube. Daarvoor gaat u naar onze YouTube-source RBN Suriname. Deze uitzending is ook live te zien via Facebook. Dan wel Alpha Channel Suriname Facebook is deze uitzending ook te zien. En landelijk is deze uitzending in Paramaribo en dan wel geheel Suriname te zien via RBN kanaal 5.1. Mijn naam is Farid Pierkan en ik presenteer u vandaag Rashid Pierkans Kal Ajor Kal, gisteren, vandaag en morgen, en zeg tegen u allemaal assalamu alaikum. Laat me bij deze aanvang van deze uitzending ook terug welkom heten, ook in de studio van RBN, de jongeman die mij al, dacht ik, 7 tot 8 jaar bedient. Dat is Sagar Rewat en hij is er ook aanwezig vandaag samen met mij om aan u een goede uitzending te presenteren. Kala Jorkal, ook dank aan Sagar voor zijn goede prestatie en zijn diensten al langer dan 7 jaar. Een Kala Jorkal. Ik condoleer alle mensen die een dierbare hebben verloren en wens u allemaal veel sterkte toe. Mensen die ziek zijn, van harte beterschap aan u allemaal toegewenst. En uiteraard vandaag moet ik ook de mensen feliciteren die vandaag in COVID-tijd jarig zijn. Op deze zaterdag de felicitaties aan u allemaal. Laat me vandaag voor zaterdag 3 oktober feliciteren Carla de Weert, die is woonachtig in Nederland. Julie Tjuni, ook woonachtig in Nederland. Quraisha Pierkan is een nichtje van me in Nikeri, die is er vandaag ook jarig. En Farish Godabaks, die is vandaag ook jarig. Farish Godabaks, pardon, om het goed te zeggen. Farish Godabaks is er vandaag ook jarig op deze zaterdag 3 oktober. Als u vandaag ook jarig bent, wens ik u allemaal een heel mooie dag toe. Weliswaar een aangepaste jaardag, zoals het nou voor ons allemaal hoort in COVID-tijd. De volgende mensen die mogen hun jaardag voorbereiden voor zondag 4 oktober: Shaila Bipat, Randy Verrier, Charishma Ramkilawen en Wim de Miranda. En voor maandag 5 oktober: Yvonne Moublan, die is in Nederland, Ryan Rapersat en Gulturi Dihal. En voor zaterdag 6 oktober voorbereiden voor hun jaardag onze eigen Umto Klarke. Onze populaire bekende DJ van RP The Hot One, die is op dinsdag 6 oktober jarig. Dinesh Parbarni, Parbarni is er ook jarig op 6 oktober. Mukesh Patadin en Jerry Lemmers. Je zou zich afvragen van waar heb ik deze namen en waarom heb ik van u niet. Deze namen komen allemaal voor in mijn privé Facebook, private, geen public, private. En die komen tegenwoordig ook voor in de Gold Member Facebook, onder de naam Huppelende Farid. En op die Gold Member, dat zijn zwaar geselecteerde mensen daarop. Maar u bent vandaag jarig, dus ik wens u uiteraard ook een mooie dag toe. Ik groet ook vanuit deze plaats al onze luisteraars en kijkers overal ter wereld. In het bijzonder in Nederland, waar Kalajorkal een enorme grote luister- en kijkdichtheid ook heeft. Ik groet jullie allemaal vanuit Paramaribo, Suriname. Laat me u de
olieprijzen doorgeven. De olieprijzen noteren internationaal voor een vat olie $39.15. En de goudprijs die noteert $1899.49 voor een troy ounce. De koersen die zijn genoteerd, de centrale bankkoersen die zijn bekend bij u. $14 en 1 cent voor de aankoop. En de verkoop $14.29 voor 1 US. De euro is $16.43 om $16.76. Dat zijn de koersen van de Centrale Bank van Suriname. Uiteraard gaan wij vandaag u ook de gelegenheid geven, zoals gebruikt, dat u straks mag inbellen om uw maatschappelijke mening te delen in deze uitzending. Laat me u ter herinnering geven, omdat het onze eerste uitzending is. Mensen moeten natuurlijk weer een beetje gaan wennen dat de uitzending in de lucht is. In de Kalaan-Circle, als we u de gelegenheid straks gaan geven, zijn de rules en regulations hetzelfde. U blijft netjes, u blijft beleefd, u mag uw mening geven. U moet ervoor zorgen dat u mensen niet beschuldigt waarvan u de bewijslasten niet voor hebt. En u zorgt ervoor dat u gewoon lief en vriendelijk blijft, zoals u van nature ook bent. Dat doet u gewoon in deze uitzending. En ter herinnering, deze uitzending is een uitzending van RBN, van Rapar Broadcasting Network. En het bedrijf is verantwoordelijk voor de inhoud en de presentatie van deze uitzending. Dat moet u ook vasthouden. En als u vraagt waarom ik dat expliciet vandaag zo moet zeggen, dat gaat u waarschijnlijk later in deze uitzending ook zelf merken, wanneer iemand dat toevallig ter sprake gaat brengen. Daar ga ik u herinneren. Laten we beginnen met wat minder goed nieuws. En u weet dat we in COVID-tijd leven. Ik hoef u dat niet meer uit te leggen. We hebben sinds maart COVID-19 in ons land. Dat is het coronavirus. Een besmettelijke virus waarvan mensen ziek kunnen worden en als gevolg ook dood de oorzaak kan zijn. Toen het eerste geval zich voordeed in ons land, wat natuurlijk ook heel jammer is geweest, heel jammer, waarbij de eerste persoon kwam te overlijden, zijn we er allemaal van geschrokken, uiteraard. Want wanneer iemand komt te overlijden, al kennen we de persoon misschien niet, en wanneer iemand komt te overlijden vanwege iets dat geen gebruikelijke ziekte is, dan schrikken we allemaal. En iedereen was uiteraard in rep en roer. Uiteraard. Maar weet u dat er intussen in ons land, in Suriname, al 105 mensen zijn overleden? En dat valt bijna niemand meer op. En de vraag is, waarom valt het bijna niet meer op? De eerste, de tweede, de derde, de vierde doden. Natuurlijk, iedere dode is één te veel, wat we niet willen hebben. Onze condolences en veel sterkte aan de families van alle overledenen, by the way. Is altijd één te veel. Die we niet willen hebben. Maar intussen hebben we 105. 105 mensen zijn in ons land overleden aan het coronavirus. En het virus is er ontkomen en ontdekt in ons land sinds maart 2020. De laatste grootste massafestiviteit is er geweest tijdens Pagua, Holi Pagua. Dat was de grootste publieke massafestiviteit in ons land. En daarna kwam die uitbraak, niet door Holi, maar ik geef u die timeline aan. En als we zien dat 105 mensen zijn overleden en we schrikken er niet meer van, dan vraag je jezelf af van, ja, waarom schrikken we er niet meer van? Als mens neem ik aan dat we allemaal adapten aan de situatie waarin we leven. En we zien dit misschien als een normale zaak dat mensen genezen. En er genezen uiteraard veel meer mensen, houdt u dat ook vast. Maar we gaan gewoon door met het leven wanneer iemand omkomt. Die 105 mensen die brengen ons op een gemiddelde van 17 personen per maand. Die er gemiddeld overlijden de afgelopen periode aan het coronavirus. En dat is 105, hè? Is heel erg veel. U moet dat niet vergeten. En dan mogen mensen misschien met statistische berekeningen komen en zeggen, ja, statistisch gezien, vergeleken met de wereld dit en de wereld dat, ligt dat nog in de marge wat verwachtbaar was. Dat zijn voor mensen die statistieken bijhouden. Maar ieder persoon die komt te overlijden in ons land, ongeacht of we die persoon nog hebben gekend of niet, dat slaat ons wel allemaal
op de een of andere manier. Dus wat brengt dit voor ons met ons allemaal mee? Dat we wat het virus aangaat, wat nog een hele poos gaat blijven, wat we niet willen, ik wens het niet, hebben we ons hele lief aangepast. We, in Suriname zien we dat mijn landgenoten, Mikon Remangs, we zijn geadapt aan dat systeem. In het begin ging het allemaal een beetje moeilijk, maar langzaam maar zeker hebben we gezien dat het overgrote deel, ik zou niet zeggen allemaal, maar vrij het overgrote deel, wel heeft leren leven ermee en zich heeft weten aan te passen. Omdat je hebt er overigens geen keus. Maar laten we even kijken wat er allemaal in de wereld gebeurt ten aanzien van het coronavirus. Omdat het is iets waarmee we iedere dag, iedere seconde rekening mee moeten gaan houden. Er zijn wereldwijd meer dan 1 miljoen mensen nu overleden aan het coronavirus. In Europa alleen gemiddeld zo'n 221.000 mensen in Europa. In Amerika en Canada pakweg 214.000 mensen. In Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, waaronder wij vallen, daar zitten er 338.000 mensen. In Afrika 25.000 mensen. Opvallen. Afrika 25.000 mensen. Vrij laag voor een heel groot continent. Heel laag voor een heel groot continent. In het Midden-Oosten en Noord-Afrika 65.000 mensen. En in Azië en de Pacific 137.000 mensen. Dus de grootste aantal mensen die voorlopig zijn te komen verleden, liggen in Europa, de Verenigde Staten en die liggen in onze regio, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Als we kijken internationaal, qua verschillende ziektes die er heersen in de wereld en ziektes die er altijd zijn geweest en nog steeds zijn geweest, dan gaan de meeste mensen, komen de meeste mensen in de wereld om door hartaandoeningen. Dat is de grootste doodoorzaak tot nu toe. Daarna gevolgd door beroertes, daarna gevolgd door chronische longaandoeningen en nu door COVID-19 die een vierde positie inneemt. Maar het COVID-19 virus die is een wereldwijde besmetting. Verder zien we nog op de lijst waarvan mensen komen te overlijden, lage luchtweginfectie, Alzheimer en dementie, luchtpijp, longkanker, diabetes, verkeersongelukken, tuberculose en diarreeziekte. Maar tot nu toe de grootste doodsoorzaak in de wereld, dat zijn door hartaandoeningen. In Amerika is werelds machtigste man ook nu ook besmet met het coronavirus. En dat is de Amerikaanse president Donald Trump. Hij heeft al die tijd de besmetting van het coronavirus in Amerika, in zijn land, gebagatelliseerd. En heeft het niet altijd op de rechte lijn weten te verklaren naar zijn burger toe. Hij droeg zelf geen mondbedekking, zo je wilt, een mondkap. In grote delen van Amerika, waarbij alle staten een eigen besluit mogen nemen, omdat Amerika is een land met federale staten, waarbij iedere staat zijn eigen besluit mag nemen, dus er wordt niet één besluitland genomen voor heel Amerika, hebben verschillende staten een eigen mening ten aanzien daarvan. Maar Donald Trump, die is nu in een ziekenhuis opgenomen, in Washington D.C., is hij opgenomen. De Amerikaanse president krijgt als voorzorgsmaatregel een experimentele behandeling tegen zijn coronabesmetting. Dat heeft de arts van het Witte Huis bekendgemaakt. Zijn vrouw Melania Trump die is ook besmet geraakt en zou volgens de bekendmaking van het Witte Huis alleen last hebben van milde hoest en hoofdpijn. Wat de tegenkandidaat, je weet er zijn presidentiële verkiezingen in Amerika in november. En de tegenkandidaat van Donald Trump in de presidentiële verkiezingen voor namens de Democratische Partij, dat is Joe Biden, als presidentskandidaat voor de Democraten. En als vice-president-kandidaat voor de Democraten, dat is Harris. Deze twee, Kamala Harris, by the way. Deze twee kandidaten hebben een test gedaan en die zijn negatief, dus die zijn niet besmet door het virus. Dus werelds machtigste man ligt nu in het ziekenhuis. Uiteraard
met het opnemen van Donald Trump is de hele wereld gechoqueerd. Maar er zijn ook een aantal leiders als Donald Trump die bij de uitbraak van COVID-19 het niet al te serieus hebben genomen. Onder andere de Braziliaanse president Bolsonaro heeft het ook niet serieus genomen. Maar we hopen dat het ook goed afkomt met deze president, want je wees geen ziekte aan niemand toe. Maar laten we nou kijken, eenmaal we bij Amerika zijn en even bij Amerika blijven. Intussen hou ik u aan de praat bezig, zodat u warm loopt, dat Kalajorkalan in de lucht is. Zodat u ook al weet dat u straks kunt inbellen. En ik wil u een advies geven, het is alleen maar een advies. Dat mocht u inbellen, probeert u één onderwerp te behandelen. Eén onderwerp, omdat we zoveel mogelijk mensen de gelegenheid willen geven dat ze hun mening met u allemaal kunnen delen en niet per se met mij. En het is altijd wijs om datgene wat u straks wil gaan vertellen, zover u dat wilt doen, dat u wat kanttekeningen maakt op een papier, zodat u gericht kunt praten en in een bepaalde volgorde kunt gaan praten. Dat is alleen maar een advies. Maar laten we kijken, we blijven bij Amerika, de Verenigde Staten, waarbij Amerikaanse presidenten al dan niet ziek zijn geworden, al dan niet vermoord zijn geworden of al dan niet vroegtijdig uit hun functie gezet moesten worden. En waarbij Amerikaanse presidenten gebruik hebben gemaakt van de 25e amendement van hun, wat bekend is van hun grondwet, waarbij ze tijdelijk afstand hebben gedaan van hun presidentschap. Alleen vanwege het feit dat ze toen ziek waren, want dat kan ook. We zien in Amerika 4 presidenten die zijn gestorven, die zijn omgekomen tijdens hun carrière als president. En dat was in 1841, dat was William Henry Harrison. In 1850 was dat Taylor. In 1923 was het Harding. En in 1945 was het Franklin Roosevelt. Deze 4 presidenten zijn gestorven op de stoel als president van de Verenigde Staten. Ook 4 presidenten in Amerika die zijn vermoord. Die zijn omgekomen door liquidatie. In 1865 was dat Abraham Lincoln. 1881 was dat Garfield. In 1901 was dat McKinley. En in 1963 de toen in de jaren 60 zeer bekende John F. Kennedy. Er zijn ook presidenten in Amerika geweest die in levensbedreigende omstandigheden verkeerden tijdens hun presidentschap. Zoals bij wijze van spreken nu Donald Trump. In 1790 was dat George Washington. Hij kreeg toen een longontsteking. Er was een griepepidemie in die tijd. En hij kreeg een longontsteking terwijl hij president was. Hij is weliswaar niet omgekomen, maar hij had een longontsteking opgelopen. In 1919 was dat Woodrow Wilson. En dat was in de tijd van de Spaanse griep. We zien verder in 1955 Dwight Eisenhower. En in 1981 was dat Ronald Reagan, die in een levensbedreigende omstandigheden verkeerde. Maar Ronald Reagan was niet ziek, maar hij overleefde een moordaanslag. En na die moordaanslag, die heeft overleefd, keerde hij terug naar de Oval Office na 25 dagen. In 1985 zien we president Ronald Reagan, die maakt gebruik van Amerika's 25e amendement en draagt dan voor korte tijd de macht over aan George W. H. Bush gedurende een periode. En dat de Amerikaanse president neemt dan afstand van zijn functie als hij voor een langere poos ziek is, zodat het land door kan gaan. Donald Trump heeft dat vooralsnog nog niet gedaan. Tussen 2002 en 2007 heeft George Bush dat ook gedaan, gebruik gemaakt van de 25e amendement, heeft toen de macht even tijdelijk overgedragen aan toen Vice President Dick Cheney gedurende een operatie. En nu, 2 oktober, besmet met het coronavirus, dat is Donald Trump. En hij heeft het aangekondigd op Twitter dat hij besmet is geraakt, als ook zijn vrouw. Hij heeft weliswaar nog geen afstand genomen van zijn stoel, zoals andere Amerikaanse presidenten wel hebben gedaan, omdat hij verwacht dat u weer aan het werk kan op korte termijn. Dus dat zijn de presidenten die om verschillende redenen in Amerika of zij hebben tijdelijk afstand genomen, of ze zijn komen te overlijden in functie, of ze zijn vermoord geworden en om andere omstandigheden van dien.
In Amerika zijn er binnenkort presidentiële verkiezingen, maar we gaan het daarover voorlopig nog niet hebben. We komen daarover een andere keer. In november zijn er verkiezingen. Een heleboel mensen hebben al gestemd, hoewel de verkiezingsdatum er nog niet is. Amerika heeft een systeem waarbij mensen niet per se op de verkiezingsdag hoeven te stemmen, maar ze kunnen vooruit hun stem uitbrengen in bepaalde delen van Amerika en in bepaalde staten. Laten we kijken een beetje wat er in Nederland gebeurt. Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Nederland is gisteren fors toegenomen. Dat hebben de autoriteiten daar bekendgemaakt. Er waren 3825 nieuwe gevallen. 573 meer dan een dag eerder. Daarmee is een nieuw dagrecord bereikt sinds de uitbraak van de epidemie begin dit jaar. Amsterdam en Rotterdam zijn de gemeenten met de meest nieuwe gevallen, respectievelijk 355 om 302. In totaal zijn er 127.922 mensen in Nederland geteld die besmet zijn geraakt met het coronavirus. Daarvan belanden 12.827 in het ziekenhuis en er zijn in Nederland 6.428 mensen aan het coronavirus overleden. Dit is Kala Jorkel. Nog een paar seconden, dan gaan wij de lijnen voor u opengooien, zodat wij ook uw mening kunt geven over ja, wat er zich de afgelopen periode heeft afgespeeld en wat u denkt met ons te delen met de duizenden mensen die zowel nationaal als internationaal nu live kijken naar Kala Jorkel. Terwijl het coronavirus heerst in de wereld, is er een oorlog uitgebroken tussen twee landen. En dan breng ik u helemaal naar het gebied rond Rusland, het gebied rond Turkije, het gebied rond Iran. En oorlog is er uitgebroken, dan wel nog niet een totale massale oorlog, maar wel in een deelgebied tussen Armenië en Azerbeidzjan. Deze twee landen maakten voorheen deel uit van toen wat bekend was de Sovjet-Unie. U weet, historisch, de Sovjet-Unie viel uit elkaar tijdens de periode van Mikhail Gorbachev. En daarna ontstonden een heleboel zelfstandige landen die deel uitmaakten toen van het grote Sovjet-Unie van toen. Wel, een van de landen die toen zelfstandig werd is Armenië en ook nog Azerbeidzjan. Deze twee landen, daar is er nou weer een conflict uitgebroken. En het is niet voor het eerst dat er een conflict is uitgebroken. Ze hadden al een conflict in de periode 88 tot 1994. En waar gaat het nou eigenlijk om? Waarom vechten ze nou eigenlijk? Het gaat om een gebied dat oorspronkelijk, toen deze landen zelfstandigheid verkregen, het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, was er het gebied dat bekend stond als Nagorno-Karabakh. En dit gebied werd erkend internationaal als te zijn een gebied deel uitmakende van het land Azerbeidzjan. Maar dit gebied, de meeste inwoners, de populatie van dit gebied, zijn voornamelijk Armeniërs. En die mensen die leunen aan tegen het land Armenië op zichzelf. Wel, er is toen gestreden. Armenië heeft toen middels macht en geweld en kracht een oorlog gevoerd en het gebied ingelijfd in de periode 88-94. Er kwamen toen 30.000 mensen om het leven. Na die periode werd het rustig. Er is weer toen plotseling een clash gekomen, want Azerbeidzjan meent nog steeds dat het een gebied van hun is en dat zij recht erop hebben. Oorlogen, schermutselingen zijn daar uitgebroken. Je ziet dat op de beeldbuis, zoveel u het wereldnieuws nog even wilt kunt volgen. Er zijn pakweg 150 doden al gevallen. Armenië wordt ondersteund als bondgenoot door Rusland. En Azerbeidzjan wordt ondersteund door Turkije. Een van de redenen waarom Azerbeidzjan ook nog ondersteund wordt door Turkije, omdat Azerbeidzjan aardgas heeft en levert overigens ook nog aardgas aan Turkije. Dus hoe dat gaat uitlopen nu tussen de twee landen, daar moeten we nog de komende dagen wachten. Of er een staakt het vuren gaat komen. Maar ze claimen allemaal een gebied dat in principe bij de afscheiding van de Sovjet-Unie toen erkend werd als te zijn een gebied van Azerbeidzjan,
die later werd ingelijfd door Armenië in 1988. Dit is Kalajorkal. We gaan nu de telefoonlijnen voor u opengooien. En dat doet u op 53-2037. Verwelkom ik uw mening in deze uitzending van Kalajorkal. Is onze eerste aflevering na een periode waarvan we een break hebben genomen, een rustperiode hebben genomen. Wat gebruikelijk is overigens altijd in de maand augustus, september. Je zou het kunnen noemen vakantie. Maar ja, echte vakantie hebben we ook al niet meer. Want vanwege COVID kan niemand echt vakantie meer hebben. Ook, je kan niet meer naar het buitenland, dat is ook al bekend. Waarom zouden we van het ene COVID-land naar een nog ergere COVID-land moeten gaan? Je gaat er alleen als er een speciale reden daartoe is. Ons luchtruim is een hele poos gesloten. Incidentele vluchten werden uitgevoerd. In Suriname is ons luchtruim nu weer alleen open voor repatriëringsvluchten. Uit Nederland, dat zijn mensen die terug moeten komen. Het systeem is terug naar punt nul vanaf het begin. En ja, in ons eigen land kunnen we ook niet echt op vakantie. Binnenlandse vakantie, dat kan ook in principe ook niet meer. Omdat je niet met grote groepen meer bij elkaar mag zijn. Vanwege de protocollen die zijn uitgezet om besmettingen te voorkomen. Dus we noemen het vakantie, maar ja. Wat dat aangaat, hoop ik dat u toch op uw eigen manier iets hebt kunnen doen. Als u iets hebt kunnen doen, vernemen we dat ook nog graag. Voor mij was dat geen vakantie, want wij blijven altijd doorwerken. Ja, doorwerken gaat altijd door, is een 24/7 operation. Dus ja, ik heb niet echt een vakantie gehad. Normaliter heb ik wel een vakantie, maar het leven is niet meer normaal. Een leuke andere informatie, heel jammer, die nieuwe James Bond film. Je weet, die James Bond series zijn altijd leuk om te kijken. Ze hadden een nieuwe gemaakt, No Time to Die. En daarvan is de release date wederom uitgesteld. De release van de nieuwste James Bond film, No Time to Die, wordt vanwege de coronapandemie opnieuw uitgesteld. Dit meldt het persbureau Bloomberg gisteren. De film met in de hoofdrol Daniel Craig komt volgens filmstudio Metro Goldwyn-Mayer pas in april volgend jaar in de bioscopen. Eerder werd de release van de film die 250 miljoen heeft gekost om alleen te maken al opgeschort van april naar november dit jaar. Men had gehoopt dat het virus er niet meer zou zijn. Veel bioscopen in de Verenigde Staten, waaronder de in New York en Los Angeles, zijn nog steeds dicht. Filmtheaters die wel open zijn, kunnen veel minder bezoekers toelaten vanwege de sociaal afstandregels. Goedemorgen, dit is Rashid Bierkans Kalajorkal. U bent de eerste beller na een periode van pakweg een maand. Gaat uw gang. Echte Sani, Afisa, hoe gaat het, Gudu? Oh, Juna, eerste wang. Dat mijn idee, boom. Ja, dat is mijn vijfde eerste wang. Ja? Ja. Ja, ja. Siri, welkom. Dan moet ik zeggen, na mijn idee. Dank je wel. En mijn deed idee, werkelijk nog. Ja, omdat je naar eerste wand toch? Welkom weer. Ja, dank je wel. Ja, met Gods genade, dat vooral. Ja, maar want hij heeft alles, hij geeft ons de kracht en de wijsheid. En laten we hem vragen om inzichten en de juiste inzichten. En de juiste handelingen plegen op ons levenswijze. Wel, en ik was een moeder aan mij. Ja. Omdat ik een beetje last heb van mijn benen. En die mensen zeggen, ik ben je vriendin. Want als ik ergens anders bel, die mensen zijn zo gefocust op Aziza. Dus mijn taki, mijn vriendin. En mijn breed tak mijn vriendin. En mijn taai vriendin. Oké, okay. Maar mijn breed ja mijn vriendin. Mijn breed die. Maar mijn goede Giptori. Ik ga niet zo best met de benen, man. Ik maak me zorgen. Ja. Want je maakt je zorgen, een soort verstrakking die naar de tubine, dus dat je vrede. Mm-hmm. Maar ja, je moet hoop hebben en ja, de dokter. En met die COVID, als je naar de dokter moet gaan, is het op en hou. Ja. Weet je, alle soort stagnatie zit in aan COVID. Ja, maar het leven is niet meer normaal, hè? Maar ik zit met... Nee. Ja. Als ik dat ding aantrek, zet ik haar mondkap. Als je het lik heeft, mistik. Ik heb er moeite mee, hoor. Ja. Ik heb er echt moeite mee. Ja, toch? Het is echt... Ik kan er gewoon niet aan wennen. Ik
Ik moet hem steeds weg van mijn mond houden, want ik heb meer last blo. Ja, ja. Mm-hmm. Maar waarom ik vandaag bel, het gaat om de hoge kosten in het land. Begrijp je? Ik ben een gepensioneerde. En je wil je bijdrage liever, want je moet het land zit in een bepaalde dilemma. Maar ik vind, men moet toch rekening houden. Om met de kosten raken op, de hoge kosten. En de eenfase is bijvoorbeeld het internet. Telesuur. Begrijp je? Je bent al een beetje zo geïsoleerd. En je bent zo meer communiceert via ditgene, nu meer toch, dan normaal. En ik heb gemerkt dat de internet, de kosten van telesuur vreselijk verhoogd zijn. Gaan vreselijk verhoogd worden. Het is er al, want voor een 10 SAD kaart krijg je al 97 cent, nou 97 cent. En dat is, vind ik, te hoog. En de normale internetkosten, als ik moet tellen, dan ga ik bijna komen op 400 gulden per maand. Ja toch, tot 400 zoveel, daar heb je nog die telefoonkosten nog niet bijgelast. Dus ik wil vragen dat de mensen die met datgene, bijvoorbeeld de verantwoordelijke mensen die over ditgene gaan, dat ze rekening houden met het volk. Want dan heb je nog geen IBS en heb je nog geen waterleiding. Ja, dat men rekening houdt, want al ga je me dan een verhoging geven op mijn pensioen of mijn AOV, daar heb ik toch geen inzage. Het is dan toch nog vrij hoog. Daar heb je me niet geholpen. Want eigenlijk heb je gegeven aan de ene kant. En de andere kant wordt het weer weg van je gehaald. Begrijp je? En je bent gepensioneerd, je moet goed eten. Bepaalde chronische aandoeningen heb je als mens. Niet iedereen heeft dat, maar ja, over het algemeen. Dus, en dat is ook zo hoog geworden in Suriname, de kosten. En ik vind, als er bepaalde veranderingen moeten komen, dan moeten we het ook voelen, toch, als mens. Dus ik vraag bij deze dat de mensen die dat land nu regeerden, dat ze wel een beetje rekening houden met de kosten. En dat wilde ik geven van de morgen aan jou. Want dan, ik zit er een beetje mee. Nee, dat ik het niet wil betalen, maar ik ga sting. Correct. Abong. Ik begrijp het. Fijne dag. Dankjewel. En dankjewel. Lobby. You too. Lobby. Zo lobby. Onze vriendin, mijn vriendin, dus mijn vriendin bleef af, heeft gezegd, ze heeft geen ongelijk. Geloof me. Ze heeft geen ongelijk. En dat merken we allemaal. Iedereen op zijn eigen niveau. Wat die kosten aangaat van internet. En Telesuur is de hoofdprovider. Voor huisaansluitingen voornamelijk. En ook mobiel internet. Heeft Telesuur in principe haar tarieven niet verhoogd. Wat er is gaan gebeuren, is Telesuur heeft haar dollaromrekeningsfactor vanwege de unificatie getrokken naar 14 SRD in plaats van toen het was 7,25. Maar dat maakt voor u technisch niks uit. Wat voor u belangrijk is, plotseling, is dat u meer betaalt. En ja, dan gaat het veel schelen in de portemonnee. Ik begrijp helemaal de gevoelens. En dan gaat u me straks vragen, ja, maar waarom zeg ik niks? Dat ga ik u straks vertellen als u me gaat vragen. Maar dwing me een beetje. Dwing me. U bent in de uitzending. Goedemorgen. Maar is goedemorgen. Goedemorgen. Ik wil even vragen. Als een baby geboren wordt, kan hij gelijk lopen? Of kan hij gelijk aan het werk gaan om geld te verdienen? En ze zeggen allemaal de rommel, zeggen ze. Maar wat wilt u zeggen? Alleen maar rommel wordt gesproken. Ja, we willen dit hebben, we willen dat hebben, we willen dat, alles willen ze hebben. Het kan toch niet, meneer Faris. Kijk, die man is pas drie maanden. Ja.
Dan willen ze alles hebben nou. Ze willen zijn voet op tafel zetten. Alles moet bij ze komen. Ja. Ja, tja. En dat heb ik te zeggen, meneer Farris. Oké, dank u wel. Wat er gaat gebeuren, is dat de regering, Zantoki, Brunswijk, die is er pas 2,5 maand. En ze hebben een ravage overgenomen. Ze hebben een geruïneerd land overgenomen. En wat ik zeg onder een geruïneerd land, is een land 1 zonder geld, alleen met schulden. En ook nog een land waarvan alle instituten kapot zijn geslagen. En dan komen ze op die stoel terecht. En dan natuurlijk zegt u, en u hebt gelijk ook om dat te zeggen, ze wisten het. Want ze wisten dat ook te vertellen toen ze in de oppositie waren. Wisten ze dat ook, want ze hebben dat ook gezegd. Wat ze echter niet wisten, dat die ravage zo groot zou zijn. Ze wisten wel, want ze hebben het nu op het podium toch gezegd. Ze hebben het tijdens de oppositie, toen ze in de oppositie zat, hebben ze dat u ook steeds gezegd. Maar wanneer je plotseling in een huis komt, en je verwacht tenminste dat in het huis er nog wat tafels en stoelen zijn, dat je tenminste kan zitten, en je komt in een huis terecht, en er is niet eens een tafel en een stoel, dan sta je er wel even van versteld. Dat is alleen maar om het met een voorbeeld aan te geven. En wat doe je nu? Geef een moment. Als je ergens terechtkomt en er is geen geld. Maar je moet wel betalen. Je moet die organisaties die afhankelijk zijn van subsidies, de mensen die afhankelijk zijn van AOV, de mensen die kinderbijslag moeten, de mensen die financiële bijstand moeten, de ambtenaren die geld moeten ontvangen eind van de maand, een heleboel ambtenaren die geld, die moet je doorbetalen. En dan heb je plotseling een probleem. Je hebt geen geld. Dus wat doen ze dan? Daar rennen ze naar de bank. Die banken. En dan zeggen ze tegen die banken: jongens, kunnen jullie me wat lenen? Want ik moet betalen. Want hoe zeg je tegen die ambtenaar: ik kan je niet betalen? Dan gaat die ambtenaar zeggen tegen je: dan hoepel dan maar op. Want ik heb er geen boodschap daaraan. Dus daar rennen ze naar de bank. Dan zegt die bank: oké, alsjeblieft, ik wil je helpen, maar je gaat me wel een klein beetje rente geven. En dan doe je dat de eerste maand, betalen ze. En dan lukt het weer in die tweede maand. Dan betalen ze weer, want ze hebben weer geld geleend. En het is de laatste keer voor het eerst voorgekomen sinds het aantreden dat ze niet hoefden te lenen. Want de overheid had toen genoeg minimale inkomsten om hun huishouden te draaien. Maar dan kom ik straks daarop terug. Maar we gaan de beller de gelegenheid geven. U bent in de uitzending. Goedemorgen, meneer Pekan. Ik heb een vraag. Ik heb wat op Facebook gelezen. Niet alles is waar op Facebook, maar ik trek het wel een beetje in twijfel. Misschien dat u wat weet. Ik heb gelezen dat hoogwaarschijnlijk minister Pilmer Hoefdra is geliquideerd. Wat kunt u zo een beetje daarover vertellen? Dus dat is mijn vraag. Oké, dank u wel. Kijk, Facebook, hoe moet ik dat uitleggen? Facebook is nu, althans Facebook Suriname. Het hangt ervan waar naar je kijkt. Ik kijk alleen naar positieve zaken. Het is een van de grootste roddelinstituten geworden. Een van de grootste roddelinstituten waarbij iedereen erachteraan aanholt. Omdat niet iedereen ook de capaciteiten heeft om te kunnen oordelen van wat is nu juist en wat is niet juist. Maar soms krijg ik ook nog vragen van mensen van wat ik zeg van: moest je me dat nog net hebben gevraagd? Weet je?
Maar laten we even die vraag van deze meneer beantwoorden. Gewezen minister Hoefdraad, daarvoor is een opsporingsbevel uitgegeven, formeel, door het Openbaar Ministerie. En tot nu toe heeft hij zich niet aangemeld. Formeel weet niemand waar hij is. Wat er nu gaat moeten gebeuren, wanneer het Openbaar Ministerie met haar instituten eromheen, de politie, de veiligheidsdiensten, etc., een bepaald persoon niet kunnen vinden, die wordt gezocht, zal uiteindelijk het Openbaar Ministerie een internationaal arrestatiebevel moeten uitvaardigen. Maar dat kunnen ze alleen doen wanneer ze een verzoek doen aan Interpol. En Interpol is de internationale politie gevestigd in Lyon in Frankrijk. Daar is het instituut gevestigd. En daar zouden ze het moeten deponeren. En Suriname is lid van Interpol, zo ook alle andere landen in de wereld die zijn er lid van. Wanneer Interpol dan zo'n arrestatiebevel accepteert, dan zullen alle politieautoriteiten in de wereld die lid zijn van Interpol dit bevel moeten uitvoeren in geval ze de persoon identificeren en of herkennen in hun nabije omgeving. En dan aan de hand van het arrestatiebevel die wordt uitgevaardigd, wordt dan besloten bij eventuele arrestatie of zo iemand dan al niet wordt uitgeleverd aan het land die het verzoek heeft ingediend. Dus dat gaat moeten gebeuren. En hoeverre die vraag van die meneer, dat weet ik niet, want ik ga niet op geruchten af. En ik ga niet op roddels af. Want geruchten en roddels zijn voor mensen die er niet bij waren. Dus ik was er niet bij, dus ik weet het niet. Roddels en geruchten, dat zijn voor mensen die er niet bij waren. Dus daar kan ik u geen antwoord op geven. Maar feit is, mocht de persoon die gezocht wordt door de autoriteiten op Surinaams grondgebied zijn, en ons grondgebied is heel erg groot, is 164.000 vierkante kilometer, gelooft u me, veel mensen in mijn land gaan grote delen van hun eigen land niet eens kunnen zien terwijl ze wonen en werken in dit land. Zo groot is ons land. Mocht die ergens in de bossen zijn, dan wordt het wel lastig om hem te vinden. Maar met al onze veiligheidsdiensten die we hebben, DNV, de politie heeft ook een interne veiligheidsdienst, de militairen hebben een veiligheidsdienst. Er zijn genoeg interne veiligheidsdiensten die eventueel moeten weten of iemand zich op het grondgebied van Suriname zich bevindt of niet. En als tot nu toe deze interne diensten niet hebben herkend of de persoon op ons grondgebied is, dan gaan we er gevoelig van uit dat de persoon er niet is. Of hij is er wel, maar men kan hem nog niet vinden. Het leuke ervan zou zijn, en dat zou ik doen, en ik weet niet waarom men het niet doet, omdat ik weet dat het ministerie van Justitie in het verleden, ik weet niet of ze nog steeds hebben, altijd een potje hadden voor beloninguitkering. Als iemand een tip geeft, dan kreeg die persoon zo'n beloning. Dus ik weet niet waarom, maar natuurlijk ga je me vragen, maar hoe weet ik het niet? Ik weet ook niet alles, houd dat ook vast. Men zou gewoon een beloning moeten uitvaardigen aan die hele samenleving, dat wanneer iemand de gezochte persoon herkent of identificeert en het doorgeeft, en die tip is juist dat de persoon een beloning krijgt. In feite maak je die hele samenleving tot een bounty hunter. Met andere woorden, die samenleving gaat op jacht in de zin van op zoek naar de persoon, omdat er een beloning voor wordt uitgeloofd. Men kan ook grote billboards plaatsen, wat geen ongebruik is in de wereld, dat men ook in sommige landen dat doet. En een beloning uitvaardigt. Ja, daar hoogwaarschijnlijk doe je niet genoeg moeite, hè, zou ik zeggen. U bent in de uitzending. Goedemorgen. Goedemorgen, Farid. Goedemorgen. Ik wou... Kunt u een beetje luider praten? Ja, hallo. Ik wou u vragen, als je kan toelichten, omtrent die benzineprijs, dat er reus was, een paar dagen, dat het 15 cent zou worden.
Maar, oké, dank u wel. Ik kan niet op reus. U vraagt me op reus in te gaan. Ik kan niet, hoe ga ik op reus in voor u? Ik kan niet op reus ingaan. Kan ik niet doen. Want dat is weer een gerucht. Is weer een roddel. Ik kan niet op reus ingaan. U noemt het zelf reus. Hoe moet ik reageren op reus? Ik kan alleen eventueel een mening geven. Of feiten. Zaken die bekend zijn. Maar op reus. Daarom heet het ook reus. Hè? Prima. Dit is Kalajurkal. Is onze eerste aflevering. Die we doen. Die verhoging van die benzineprijs heeft heel hard ingeslagen. Heel hard ingeslagen. En binnen de kringen van de regering en binnen de kringen zijn er verschillende mensen met verschillende gedachtegangen van hoe je bepaalde zaken moet oppakken. Hoe je moet oppakken. En je hebt hardliners. Je hebt mensen die in het midden zitten en je hebt mensen die zeggen van nee, we moeten het hoogwaarschijnlijk niet zo hard doen. Softliners kan je ze noemen. En binnen die discussie, dan krijg je altijd een winner en een loser, want uiteindelijk moet er een besluit genomen worden. Maar onze benzine is voor altijd gesubsidieerd geworden. We hebben altijd op een soort gesubsidieerde benzine gereden. En die overheid moest dat steeds uit een ander potje gaan betalen. En zoals als ze geen geld hebben, konden ze niet betalen. Want die schulden bij die benzineimporteurs, die liepen enorm op. En op een gegeven moment zouden die importeurs ook kunnen zeggen, oké, als je me niet betaalt, dan komt er geen olie meer naar het land. Dan komt er geen olie meer naar het land. Want dat kunnen die mensen ook zeggen. Want benzine wordt geïmporteerd, los van het deel dat staatsolie zelf produceert. Maar dat deel dat staatsolie zelf produceert, is niet genoeg. Is niet genoeg om ons te voorzien in datgene wat we wensen. Dus die benzineimporteurs konden ook ergens een besluit nemen en zeggen, hé, jullie hebben openstaande rekeningen. En dat ding loopt op. En uiteindelijk ga ik zeggen, die tanker komt niet meer naar Suriname. Wat ga je dan krijgen? Lege pompstations, althans deel leeg. En schaarste aan olie. Schaarste aan olie. Dus wat men heeft gedaan is die benzine te gooien, gelijk te trekken met de unificatiekoers weer. Die unificatiekoers heeft alles omhoog geduwd. Laten we dat duidelijk zeggen. Heeft alles omhoog geduwd. En dat doet heel pijn. Heel pijn. Ik ben persoonlijk geen hardliner geweest. En tijdens de hele discussie was ik er ook even bij. Ik ben niet bij alles bij, houd dat vast. En ik zeg, dat kunnen we niet op zo'n manier doen. Ik vind wel dat die overheid zegt, oké, we doen de unificatie. Daar kunnen we niet onderuit komen. Maar die overheid verdient ook aan die government take dat niks te maken heeft met de unificatie. Dat niks te maken heeft met de unificatie. Dus die overheid kan ook wel hebben gezegd, jongens, ik geef jullie een gulden terug, bij wijze van spreken. Want die government heeft niks te maken met de unificatie. Dus laat ervan uitgaan dat je zegt, oké, ik wil unificeren, ik wil die koers gelijk trekken. Dan zeg ik, prima, doe dat. Maar geef die bevolking die ene gulden terug die je toch extra pikt, bij wijze van spreken. En het doet pijn, maar sommige mensen gaan er gevoelig van uit dat mensen gaan leren dragen. Mensen gaan leren dragen, ze gaan absorberen, ze gaan het hun eigen maken. En uiteindelijk gaat men gewend raken in wat we noemen, je raakt gewend aan de pijn. Je raakt gewend aan de pijn. Maar gewend raken aan de pijn betekent ook dat mensen van intern, in hun innerlijke, je opvrieten vanwege onbehagen. En het innerlijke uiten ze nog niet van dien aard naar buiten, omdat men gevoelig ervan uitgaat, je bent er pas 2,5 maand, dus ik geef je nog een grace periode om te presteren. Maar het vreet van binnen wel op. Maar het vreet van binnen op in de zin van, weet je, ze zijn toch 2,5 maand, geef ze de benefit of the doubt en laat ze doortrekken. Laat ze doortrekken. Want de regering heeft beloofd, volgens hun plan, dat ze 9 maanden nodig hebben
om even die rust te brengen op, vooral binnen de economische rust te brengen, om daarna eventueel nog iets leuks te kunnen doen. Maar het doet breed pijn. Ik ga niet zeggen dat het niet pijn doet. Ik zit bij mensen, ik zit in de ogen, ik zit... ik zit in mijn nabije omgeving. Ik lach uit verdriet, hè, dat weet u. Hè. Ik lach u niet uit, ik lach niemand uit. En ja, die koers heeft het maar omhoog geduwd. En je schrikt er ook van alles. Hè. Maar ja, ik vertelde al eerder, wat moet je doen als je geen geld hebt? Wat moet je doen? Het lenen kan overigens niet meer. Want de vorige regering heeft overal geleend. Dus overal waar je nu gaat lenen, op de vrije markt, op de vrije kapitaalmarkt, gaan mensen je enorme hoge rente vragen, omdat je een soort risicoland bent. Je bent een risk country. En dan gaan ze je hoge rente vragen. Maar men is bezig en men heeft die oplossing nog niet, maar ik zeg wel, men is wel bezig en men gaat uiteindelijk met iets moeten komen. Ik weet waarmee men bezig is. Ga ik u misschien straks vertellen, als u daar een zin in heeft. U bent in de uitzending. Goedemorgen. Meneer Pierre Kanne van harte, goedemorgen. Goedemorgen. God zegen aan u en God zegen aan ieder. Ja, ook aan uzelf. Wie de duivel wil aanbidden, mag de duivel aanbidden. Maar ik bid de Almachtige. Ja, de duivel aanbidden we niet. Ik weet precies waarom ik dat zeg. Prima. Want wanneer ik... maar laat me dat niet zeggen. Mensen vinden het soms kwalijk als ik zeg God zegen. Waar moet ik de boze geesten dan God zegen zeggen? Oké, dat is het punt. Laat dat aan de kant laten, in het midden laten. Weet u wat dat ding is? Natuurlijk, als een baby geboren wordt, gaat hij niet kunnen rennen, gaat hij niet kunnen lopen, gaat hij niet... Dat is normaal. Maar men wist er toch van, ik neem een land over, een land die vernietigd is geworden. Gewoon vernietigd. Binnenlandschuld, buitenlandschuld. Toch, dat wist men vooraf. Maar ik ga u ook zeggen, wij gaan deze regering dik en dun ondersteunen. Maar wil ik zeggen, ze zitten appertjes 2 maanden, 2,5 maand, maar wie moet het gelag nou betalen? Reden waarom worden de mensen kwaad en boos en nederig? Men had gezegd, wanneer ik aan de macht kom, dan gaan we dat geld halen. Maar bij wie gaan jullie dat geld halen dan? Bij de arme mensen? Mensen die kunnen permitteren? Of zouden jullie dat geld gaan halen bij degene die dat geld, geleend heeft, gefraudeerd heeft? Meneer Hoefdraad heeft gezegd van, ik ben onschuldig, maar hij is voortvluchtig. Bij die soort van mensen dacht ik, bij die soort van mensen zouden jullie dat geld gaan halen. Niet ik alleen, maar de samenleving. Dus daarom is men nederig. En met de dag wordt alles duurder en duurder. Want je betaalt vandaag keihard voor een potje yoghurt, een cup yoghurt van 8,50, 15. Dat is een van die items. En gaat u maar zo door. En dat zijn die dingen nou. En ik zou zeggen van, alles wat de klok staat, moet de samenleving het gelag betalen. En tenminste de arme mensen moeten het gelag betalen. Mijn advies in deze wil ik toch zeggen, wil ik het kwijt van deze plaats uit. Verkoop een stuk van als je geen lening kan krijgen over de olie wat we daar hebben. Dit olie moeten we niet meer gaan zoeken. Dit olie die hebben wij. Dit is al gevonden, we hebben het. Als je geen 2 miljard kan lenen of 4 of 5 miljard. Verkoop een stuk van het land waarom ik dit zeg. Verkoop een stuk van het land, 100.000 hectare of 200.000 hectare. Als men concessie kan krijgen van 87.000 hectare en 50.000 hectare. De Chinezen hebben gekregen 50.000 hectare. 16 jaar lang hebben ze niks gedaan. Toch? En anderen kregen 87.000 hectare. Verkoop een stuk van het land, 200.000 hectare. Laat een paar miljarden naar binnen stromen. Zodat we de arme mensen met rust kunnen laten. Want alles wat de klok slaat, moet de arme volk het gelag betalen. En dat vind ik een zeer kwalijke zaak. Men moet erover nadenken. Kijkt u, benzine is verhoogd eerst met vorige maand of 6 weken terug met de goede, met de gulden. In SRD. Daarna, een maand daarna, met 4 SRD. Men kan het niet opbrengen, want reden waarom? Men betaalt het wel, omdat een auto geen luxe is.
vandaag de dag is de auto geen luxe. Daarom telt men het neer, men betaalt het. Maar weet men, weten die mensen, de machthebbers, dat degene die 3 dagen vandaag, ja, ze kregen portie eten 3 keer per dag. Nu is het, misschien kunnen ze maar 2 keer per dag eten. En dat zijn nou die kwalijke dingen toch. Dus laat het over nadenken. Laat de stroom en de verhoging van de stroom en SWM, laat datgene met rust, want de samenleving gaat het niet kunnen permitteren. Meneer Piergaan, heel hartelijk dan. Jo. En ik zou zeggen, jo. Ik laat het bij deze, maar laat ze goed over nadenken. Dank u wel. Dank u wel voor uw mening. Ja, wat die meneer zegt, is wat over het algemeen de gemiddelde burger ook zegt. Laat me u dat zeggen. En ik ga hier niet zitten ontkennen en verdedigen wat mensen voelen in hun dagelijks leven. Dat ga ik niet doen. Maar ik ga u wel vertellen hoe alles in elkaar zit. Maar daar hebt u ook waarschijnlijk ook geen boodschap aan. Want uiteindelijk is uw portemonnee leeg. En wanneer uw portemonnee leeg is, bent u verdrietig. U bent ongelukkig. En het plezier van levensgeluk wordt u ontnomen. Maar we komen straks weer daarop terug. Na de reclamebreek. Tot straks. Dames en heren luisteraars, welkom terug tot gisteren, vandaag en morgen. Rashid Pierkans Kala Jorkel. Mijn naam is Farid Pierkan en ik presenteer u deze eerste uitzending in ons nieuw seizoen op deze zaterdag van 3 oktober 2020. En Kala Jorkel word ik vandaag geassisteerd door Dierich en Zager. We doen het live vanuit Paramaribo, Suriname. En ik vind het heel aardig dat u tijd neemt om te luisteren en om te kijken. En ik groet ook de duizenden luisteraars internationaal, voornamelijk in Nederland. Wat de burger zegt is, waarom haalt die regering gestolen gelden, zover er gestolen is, niet terug? Men heeft het vermoeden, inderdaad heeft men het vermoeden, dat er miljoenen / miljarden verduisterd is geworden. En daarvoor zijn al een aantal mensen gearresteerd, waaronder anderen nog steeds, hopelijk, in de gevangenis ergens, Robert van Tricht, de gewezen governor van de Centrale Bank van Suriname. Er is ook opgesloten nog een persoon van de Centrale Bank van Suriname, een dame. En ook de directeur van de Surinaamse Postsparbank is momenteel opgesloten voor verder onderzoek. Maar ik kom straks daarop terug. Ik ga even deze beller de gelegenheid geven voor hun bel te goed opgaat. Want het is duur geworden, hè? U bent in de uitzending. Ja, meneer Pritsaan, bedankt. Ja, gaat uw gang. Ik zou u willen vragen, waarom de VP geen gebruik maakt van de centrale communicatiedienst van de overheid? Waarom een speciale communicatiedienst voor de VP? Het wordt straks dat elke minister een eigen communicatiedienst heeft dan. Een voor de ABAP, een voor de VAP-ministers en een voor de NPS-ministers. Correct. Is een correcte vraag. En het vraagt ook veel geld. Het weer geld. We zijn nu in de bezuinigingen. Dus ik vraag me af waarom. Misschien kunt u me. Trouwens, u bent ook media-adviseur. En liefst Prodeo. Ja. Dus ik zou u vragen wat uw mening erover is. Prima, dank u wel. Dank u wel. Laten we 1 ding correct zeggen. Ik ben adviseur van de president en niet van de regering. Er is een verschil, hè? Er is een duidelijk verschil. U moet het kunnen scheiden. Ik ben op persoonlijke titel de adviseur van de president van Suriname en niet van de regering in totaliteit. Want de regering wordt uitgemaakt door de president, de vicepresident en 17 ministers. Dus ik ben geen mediaman van de regering. Ik hoop dat u dat kunt vasthouden.
Maar uiteraard vraagt die president me, uiteraard vraagt hij me, want ik ben van die president. Ik keek naar die president, punt. Oké? Laat dat zo gezegd zijn. En dat doe ik ook nog politiek algemeen en nog een paar andere zaken zitten in de portfolio. Want je hebt een portfolio en dat baken je af, je kan niet alles doen. Oké. En ook een beetje politiek algemeen, et cetera, et cetera. Maar dat, dus dat moet u vasthouden. En die opmerking is correct. Je kan en je mag geen twee overheidsdiensten hebben. Dat is mijn persoonlijke mening. En ik doe dit werk al, ja, hoe lang? 42 jaar doe ik dit werk al. Dus ik ben geen nieuw kid on the block. Houdt u dat ook vast? Er kunnen geen twee overheidsinformatiediensten zijn. Het kan gewoon niet. Punt, streep erdoor. Simpel als dat. Dit is een politiek probleem. Het is geen probleem vanwege de CDS. En of vanwege de dienst die is opgericht vanuit het kabinet van de vicepresident. Dat moeten ze politiek oplossen. Voor men eventueel goed door kan met goede informatie, creatieve informatie, juiste informatie naar die samenleving. Maar twee diensten? No. Je kan geen twee diensten hebben, terwijl de regering op zichzelf zegt, dit is een regering van eenheid. Oké? Hoe verklaar je dan twee diensten? Dat werkt gewoon niet in geen enkele common sense. En dan verder moeten ze maar gaan uitvechten. Ze moeten gaan uitvechten, er moet een politieke oplossing, uitspraak hierover komen, voor men verder kan gaan. Maar ik zelf bemoei niet met CDS. Ik bemoei niet met CDS. Want je mag me geloven, als ik zou bemoeien, zou het nooit zo rommelig zijn. Nooit, no can talk. Maar er is mij nu wel al gevraagd, laat me dat zeggen. Maar ik ga pas door kunnen. Ik ga pas door kunnen als er een politiek antwoord eerst voor is gevonden. Dat zeg ik aan u, maar dat ga ik niet voor u jokken. Het ligt niet in mijn genen, het ligt niet in mijn bloed. Men moet eerst een politiek antwoord voor vinden, dan pas kan ik door. Maar ik ga niet rommelen tussen twee entiteiten, dat is niet mijn werk. Het is niet mijn werk om, oké, wie lost dat op? Nee, dat is niet mijn werk. Dat zijn die politieke mensen die die twee entiteiten beheren, die moeten dat gaan oplossen. En dat zover men denkt van men kan de eventuele beperkte know-how die ik heb gebruiken, dan ben ik om de hoek. Maar als men vindt, men wil een consultant voor een paar honderdduizenden gaan betalen, die niet hoeft te bewijzen, ja, ik wacht af, maar het is niet goed. Je kan geen twee entiteiten hebben. Je kan wel twee gedachten hebben in één entiteit. Dat kan. Dat kan wel. Maar niet twee apart. Het kost qua logistiek meer. Het kost qua materialen meer. Het is verspilling van know-how. Is verspilling van kennis. Is verspilling van creativiteit. Is gewoon te veel. Dat kan gewoon even niet. Common sense zegt, het kan gewoon niet. U bent in de uitzending. Ja. Ik zou graag meer uitleg willen hebben over de immuniteit, onschendbaarheid van de VP ten aanzien van eventuele buitenlandse reizen. Kunt u dat? U heeft het volgens mij al een keertje uitgelegd. Ik heb het uitgelegd. Meer uitleg hierover, want ik begreep het helemaal niet zo goed. Maar u gaat het me zeker of onzeker kunnen uitleggen. Ik ga mijn best doen. Ik doe alleen mijn best. Dag. Oké, dank u wel. Oké, dit is geen school, hè? Begrijp het, ik wil van jullie leren. En ik leer van jullie. Ik heb alles geleerd van jullie en mensen om me heen. Mensen die ik zelf niet ken, maar die me wel voorzien van informatie. Kennis komt niet uit de lucht vallen. Kennis komt altijd van iemand. Iemand heeft het altijd gehoord van iemand anders. Iemand heeft het geleerd van iemand anders. Of iemand heeft het gelezen ergens. En die goede kennis zijn eigen gemaakt. En datgene ook nog wat goed is zelf uit zichzelf heeft kunnen uitbreiden. Dus het kan niet uit de lucht vallen.
wat de vicepresident aangaat, de vicepresident Ronnie Brunswijk, excellentie Ronnie Brunswijk, laat me het goed zeggen, weet je, Sabi, oké. Ronnie Brunswijk heeft als persoon een vonnis in Nederland. En hij is daarvoor gevonnis voor een handeling waarvan de Nederlandse rechtsstaat hem veroordeeld heeft. Maar nu is hij in de functie van vicepresident. Op het grondgebied van Suriname, want Suriname is een eigen land met haar eigen wetten en haar eigen regelgeving, heeft Ronnie Brunswijk geen vonnis. Vandaar dat hij ook eens parlementariër is geweest, want je moet er doorheen. Als je vonnis hebt, kan je het niet worden. Hij heeft het niet in Suriname, dus hij was ook parlementariër eens. En vandaar dat hij ook eens, voor een kort tijdbestek, was hij parlementsvoorzitter, voor een dag of twee. En daarna is hij verkozen geworden, heeft hij afstand gedaan. En dan is hij verkozen geworden tot vicepresident van de Republiek Suriname. Dus vicepresident Ronnie Brunswijk heeft op het grondgebied Suriname geen strafbaar feit gepleegd volgens de rules and regulations en de wetgeving van ons land. Houd dat vast, ons land. Maar hij heeft wel een vonnis in een ander land en dat is Nederland. Dus nu in functie als vicepresident zou hij eventueel een dienstreis moeten doen in functie, hè? Want je bent 24 uur vicepresident. Je bent niet één seconde geen vicepresident, je bent het altijd. Tenzij je afstand doet van die functie binnen een bepaald regelgeving. Maar mocht hij een dienstreis moeten doen, dan zou het desbetreffend land waar hij naartoe gaat, zou dan die uitzondering kunnen doen. Want ieder land is op zichzelf een eigen land. Dus land X zou kunnen zeggen, u bent welkom, omdat het stoort mij niet wat een ander land denkt. Oké? Dus wat ook is, dat je in die functie, als je weet dat je een vonnis hebt in een ander land, dat je automatisch dat land waar je het hebt niet gaat kunnen betreden. Je gaat het niet kunnen betreden. En je wordt dan niet verwelkomd door het land. Dus de vicepresident is onschendbaar in eigen land. In het parlement, hij is niet onschendbaar als hij een daad verricht. Houd dat wel vast. Als hij een misdaad verricht in eigen land, in functie is hij niet onschendbaar. Dan moet hij door die molen van het parlement heen, waarbij de ontheffing wordt gevraagd naar de Hofraad voor eventueel vervolging. Dat geldt voor iedereen. Dat geldt voor iedereen in het systeem. Maar hij zou wel kunnen als landen hem verwelkomen. Dat is ook gebeurd met president Bouterse. President Bouterse heeft ook een vonnis in Nederland. Tot nu toe. Althans, gewezen president Bouterse, ex-president Bouterse, heeft ook een vonnis. Maar we hebben hem een paar keer toch gezien dat hij heeft kunnen gaan. Hij kon gaan naar Guyana, dacht ik. En naar een of twee Caribische eilanden. Kon wel naar China zijn. Hij is naar China gegaan. President Bouterse is naar Equatorial Guinea gegaan. Cuba is hij gegaan. En hij is een keer naar New York gegaan om de Verenigde Naties toe te spreken. In zijn eerste jaar, daarna is hij nooit meer gegaan. Op het grondgebied van Amerika. Houd dat vast. Maar het bezoeken van de United Nations is weer een ander verhaal. De United Nations, de UN, is in New York gevestigd op het grondgebied van Amerika. Maar er is een speciaal verdrag tussen de UN en het land Amerika voor toelating van mensen. Er is daarvoor een apart verdrag. Dus dat is een heel ander verhaal weer. Maar hij kon niet naar Walt Disney gaan. Want hij heeft geen visum voor Walt Disney. Oké? Als je dat even kan vastvatten. Dus terugkomend op de vraag, landen mogen je verwelkomen, ja. Landen mogen je verwelkomen als het land het toestaat. Want een vonnis van Nederland, dat hoeft een ander land niet te respecteren of te waarderen. Dat hoeft niet. Wat wel gebeurt, dat de Europese Unie, waarvan Nederland wel prominent lid van is, ja,
Dat wordt een klein beetje lastig. U bent in de uitzending. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb aandachtig naar u geluisterd met betrekking tot uitleg Brunswijk. Boutersen met betrekking tot veroordeling en gepleegde strafbare feiten. Ik moet u zeggen, er is een heel groot verschil tussen gepleegde strafbare feiten en een vonnis hebben. Ja. Ik denk niet dat Brunswijk geen misdrijven heeft gepleegd in Suriname. In Suriname. Laat het duidelijk zijn. De samenleving weet waarover we praten. Er moet zelfs een vonnis liggen die niet betekend is. Die niet betekend is. Dat is in de jaren toen hij als guerrilla-leider toch wel vocht. Op een gegeven moment komt er zogenaamde gratie. Dat neemt niet weg dat de man daden heeft gepleegd. Bij een antecedentenonderzoek gaat het niet specifiek, we moeten vermelden of hij een vonnis heeft, of hij gratie is verleend. Je moet vermelden of de man in zijn leven daden heeft gepleegd, misdrijven heeft gepleegd. En de rest laat je het oordeel aan de mensen die gaan beslissen. Maar je moet vermelden wat en wat de man gedaan heeft in zo'n jaren. Dus dit soort zaken zijn het. Meneer Bouters is een van de mannen ook die in Nederland veroordeeld is. In Suriname nu ook. Ja, hij is wel in hoger beroep. Ik denk dat Brunswijk ook in Frankrijk veroordeeld is geworden, hoor. Niet alleen maar in Nederland. Dus de materie van gratie enzovoort wil niet zeggen dat de man geen daad heeft gepleegd. Of er geen rechtsgevolgen daaraan gekoppeld worden, dat is een andere zaak. Met betrekking tot uw mediavisie ben ik volledig eens met u. Het kan niet meer zo zijn dat de visie van het land geponeerd wordt door twee instituten. Ik denk dat het beter zou zijn wat u zegt, maar één kanaal de visie aan de samenleving voorlegt. Anders gaat iedereen zijn eigen mening proberen te uiten uit de kanaal van de VP en uit de kanaal van de president. En dat zal niet goed zijn voor de ontwikkeling en oprechtheid. Verder moeten we zeggen, ik kan u eerlijk zeggen hoor, ik heb de laatste verkiezing voor de VHP gestemd. Eerder ben ik nimmer naar de stembus geweest. Ja. Maar tot nu toe heb ik hoop. Desondanks moet ik u zeggen dat bepaalde zaken nu een beetje onduidelijk voor mij worden. Wanneer er gezegd werd dat we een plan hadden, plannen lagen klaar. Dat men wist hoeveel de schade was. Toen had ik al gezegd, ze schatten verkeerd in 2 punten zoveel. Het zal in de buurt van 4 zijn totaal. Maar goed, laten we hopen, we verliezen geen hoop. Prima. Hoe u in uw portemonnee geen geld heeft ook zo de regering nu geen geld in zijn portemonnee. Maar laat de regering komen zeggen, door die maatregelen, wat de inkomsten zijn en wat de uitgaven van de staat is. Hoeveel we nog minst zitten. Dat is belangrijk voor de samenleving. Dank u wel. Oké, dank u wel. Dit is Rashid Pierkans, Kala Jorkal. Alle informatie die u hier krijgt van mij, en al dan niet van de beller, neemt u mee voor uw eigen oriëntatie. En u weegt het op uw eigen manier, wat u uw eigen van wilt gaan maken.
We doen het live, is onze eerste uitzending. Ik moet ook een beetje warm lopen, weer een beetje gewend raken aan deze uitzending. Als je even die motor hebt laten stilstaan, ietsje langer dan een maand, dan moet het even goed op drive komen. En het gaat even op drive komen. Ik heb er 2 uitzendingen voor nodig en dan gaat die motor helemaal full speed zijn. Ik ga ook nu de ministers proberen uit te nodigen in Kalajorkal. Ik had u, voor ik was gestopt, gezegd dat ik... U hebt gezien dat ik geen enkele minister had uitgenodigd. Hè? Omdat, wat moet ik een minister gaan vragen wanneer hij pas op die stoel zit? Wat moet ik die minister vragen? Maar nu zitten ze pakweg 2,5 maand. Dus ze zijn ook al een klein beetje langzaam maar zeker uit hun honeymoonperiode. Want kijk, ze moesten eerst wennen. Je gaat op een ministerie. Oké. Hier ben ik dan, een beetje kennis maken met die environment, met de mensen, kijken wie je op de posities wil, et cetera, et cetera. Ik denk dat ze in die 2,5 maand nu wel een redelijk beeld, ik zou niet zeggen nog een goed beeld, maar wel een redelijk beeld hebben van wat ze tegen zijn gekomen op het ministerie en wat ze nu wel een klein beetje weer willen gaan doen. Maar de president heeft nu wel zijn jaarrede gehouden. En zijn jaarrede houdt hij in, hij geeft zijn visie over hoe hij het gaat zien. Maar de documentatie van de vakministeries worden hem aangeleverd. Dus de ministeries en de ministers weten nu wel wat ze willen gaan doen. Want ze hebben het product aangeleverd en iemand reikt het in een verhaal met de gedachte van die president erin. En hij vertelt het aan u. Dus ik ga nou wel die serie beginnen om de ministers uit te nodigen in Kalajorkal. En ze zijn natuurlijk ook niet verplicht om te komen. Niemand is verplicht. Niemand is verplicht. Maar dat betekent niet dat wij gaan stoppen met praten. U weet hoe we zijn, toch? Ik ga ook wel proberen dat u mede participeert met mij. Ik wil een interactie hebben. Het moet geen monoloog worden tussen mij en een minister. Weet je, van ik stel, wat doet u vandaag? Wat hebt u gedronken vandaag? Daar hebt u geen boodschap aan. Interessanter gaat het worden als u ook kunt meedoen. Dus we gaan u die ruimte geven wanneer ik een minister hierin heb. Maar die ministers moeten nu ook wel weten waarover ze praten. Dus we gaan dat proberen in te bouwen in die uitzending. Goedemorgen, u bent live in Kalajorkal. Goedemorgen. Eindelijk weer bij u terug. En die stem nog een beetje. Welkom terug. Welkom back. Ja, dankjewel. Welkom back. Ja. Ik wil wel even ook weer taggen. Ai. Meneer Pierkan, nu, van uw regering komt en waarbij de mensen, ik moet het zo uitdrukken, ik hoop niet dat men me verkeerd vat, dat de mensen van het binnenland nu dierlijk bij participeren in haar regering. Dus dat want dat die van vooruit gaan maken dat nu alles mag delen mee in een bestuurlijke voorkondering. Nu, ik had op een punt samen hebben altijd. Want dat betekent dat die de man op recht in een boezie voor vrijheid, voor centrale overheid. Nu moeilijk de man, nu die de man probleem, met de man die vrij, de gewoon vrije burger in het binnenland, waardoor de man bepaalt om pis, die de man dat moet. En nu, als centrale regering, na overleg naar de smaak van binnenland, we kon dat zijn voorkom, teken als aan die voorkom behoort tot het verleden. Maar mij, persoonlijk, in zijn voetraad, mij vind dat die achter de man met de consent, als ik de verandering verzet met de wagen. Ik vind dat ik aan die koloniale overheid met de beslissing die. Hoe ben je nou heel dat soort dingen? Hoe ben je nou ding? Ik ben die man is de vrijheid, dan had je de man de gelegenheid voor Libi, leg van de wani. Nou, alles maar, one verandering. In een grond op. Maar die want verandering. Je moest werken mee toe. Want bepaalde zijn je begrepen die aan veranderingen bent. Jo, heb je Libi,
En als je een behoud in contact met uw behouding en voor behouding. Maar nu met Lugo Assange, meneer de president de Tagging, de moest ik behandelen als aan die in haar regeerperiode, die zich de man tekenen en was in het. De man die op belang bij de in haar regering toe, dus ik denk dat hij heel spoedig als aan het kan contact plaatsen en de man kan brengen ondertekening. Maar aan het deptie zo discriminerend tegenover andere bevolkingsgroepen in dat een groep die nou profiteert van alle sanin, alle andere bevolkingsgroepen profiteert van en de maatschappij ontwikkeling in het binnenland en dat is zo ver gevorderd de maar bepaalde vrijheden die tramang in afvoert no abi want we kan karoen sanin de man die ekis kans in Caliperos de man die wen goud in het binnenland beredigste naar smafu af binnenland schreven de man die stand oudu naar smafu af binnenland schreven zelf oudu die de man bij af beperking dat je nog mag verhandelen aan groen had en bruin had en alle deze oudu dat die bij de verboden de man bij de beschermde houden hout soorten voor sarang de man mag exporteren vrij dus de man af moren bij je vrijheid moren trappen voor te snoepen maar als je misreef a defan non du ete fu smak na fu abbaka a pente si fu prati a konde wa non mesi taki san sambe taki mi abako ful tak te a san is fin de plaats mene pika na mi person lugo ful taki a konde o prat a tu en ala mougel kei de anwise omdat fu seide non wa het ekonomi fa konde de ina benelat. A foto die helemaal bebouwd. Als je een brede foto uit, dan is naar binnenland, je moet gaan. Nu de man kiezen voor een woongemeenschap, alle woongemeenschap kiezen, ongeveer 15 kilometer jachtgrond. Dus dat is voorlopig. En als je lukt, dat geeft naar bijna 200 dorpen in naar binnenland. Laten we zo zeggen, het zal meer zijn. Dat 200 maal 15 kilometer. Take it by Nerefou Sabi. I call them now, brief. I mean, we talk about brief. On the field, it's just a field counted. On the field, it's just a thousand field counted kilometer. I call them. But my accent is a Japan. At the end of the day, I know you know no food. One track on the handling. Come over a sand, you see. Like a sand of a standard day. It is a tractat. One day, man, I want tracing sways in a thing that he. Maar nu, alles aan confronte, de mantel minister, de mantel zelf vice-president, tweede man van Konre. Dus een participatie voor het binnenland. Die overduidelijk, no discriminatie in de vinden plaats, no net. De man mag potten service in een foto, ja, je ziet. Sorry, point, à la presse de man. Even Konre plaats zo op die manier. Faiu e pour a groep dis bagatago poti, in a sana sana tjewan, faalek so bria en, mi fene tak no man. Heel discriminerend sani. Tegenover draggroepen. Die kermen, is daar, dat gaat wanneer grond. Aan grondrechten. Komen wij dan maar aan grondrechten. Parama. Dat de man effectief van staan noemt. Dat de man puro aboedel kwestie. Als je een puro aboedel kwestie voor corona. Dan gaat para. Dan noem je ontwikkelen van trastani in een binnenland. Dan was je zo zijn je ontwikkelen. Dan was je een aboedel kwestie. Dan was je een baka. En misschien dat vroeg of laat staan is het gewoon verschil in haar gewoonte. Maar dat neem je me in haar manier. Oké. Nu een artiest aan haar uur. Oké, dank u wel. Dat is ook een van mijn vaste beller. Deze meneer heeft een constante mening hierover. Heeft hij vaker aangekaart in deze uitzending. Het is zijn mening. Kijk, traktaten zijn gesloten in de periode van de koloniale tijd. En toen Suriname onafhankelijk is geworden in 1975, hebben we 2-3 dingen meegenomen in die overname. We hebben het rechtssysteem meegenomen van Nederland, hebben we meegenomen. En we hebben alle verdragen die destijds onder de koloniale periode zijn gemaakt, hebben we meegenomen. Dus we hebben niet gezegd bij de onafhankelijkheid in 1975, want toen moesten ze dat besluit hebben genomen. We nemen afstand van de verdragen die Nederland heeft getekend in de periode toen ze het te zeggen hadden over Suriname.
Dat hebben de mensen in de onafhankelijkheidsperiode niet gedaan. Dus de traktaten, in die tijd daar werden ze traktaten genoemd, kan je zien in de moderne tijd als wat we verdragen noemen. Dus ook die traktaten zijn meegekomen. En je kan niet uitstappen uit een traktaat uit de periode van de kolonialiteit. Dat kan niet. Het is een verdrag. Je kan niet eruit stappen. De enige manier hoe je eruit kan treden is als beide partijen die de overeenkomsten hebben getekend, iets nieuws aan willen geven, iets nieuws aan willen toevoegen aan het verdrag. Zo je wilt het traktaat willen toevoegen. Want het is gesloten door twee partijen. Dus de een kan niet zomaar uitstappen. Dus dat wordt een heel lastige zaak. Bouterse, gewezen president Bouterse, heeft in de eerste fase van zijn ambtstermijn heeft hij wel een poging gewaagd om het grondenrechtenproblematiek aan de orde te stellen. Ik kan me herinneren, er is een enorme grote vergadering ergens geweest, maar het is dan ook valikant mislukt. Daarna heeft niemand meer de draad opgepakt. Niemand heeft meer. Dus ja, het gaat down the road eens bespreekbaar gemaakt moeten worden. Maar de vraag is het nu prioriteit tussen alle problemen en zaken die er spelen? Want je moet je prioriteiten gaan listen en op basis van prioriteiten ga je even dat land besturen. En ik zou niet zeggen dat het geen priority geval is, maar het is geen priority one nu. Priority one voor de huidige regering is de economie even snel weer in reels te brengen. Tweede prioriteit is COVID-2, want het is maar het derde. 105 mensen zijn al overleden in ons land. Hebben we dat door? 105 mensen zijn al overleden aan het coronavirus. En de derde prioriteit voor de regering is ervoor zorgen dat het onderwijssysteem waarbij kinderen nu naar school zijn gegaan, nu vlotter gaat beginnen te gaan. Het is nu voor het eerst dat bij het aantreden van regering Santokki, Brunswijk, dat het onderwijssysteem gestart is onder leiding van minister Marie Lievens. En dat moet ergens doorgaan. We kunnen niet zeggen, we zetten het land op een stilstand. Dus er zijn drie prioriteiten nu. De rest, kan je zeggen, is ook belangrijk. Maar wat pak je eerst aan? Wat pak je eerst aan? Je kan niet in een crisissituatie alles tegelijk aanpakken. Het is bijna haast onmogelijk. Het is onmogelijk. Dus economie 1. 2. Tegelijkertijd COVID. En zorgen dat het onderwijs doorgaat. En binnen de economie aanpakken moet je er ook voor zorgen dat bedrijven doorgaan. Want bedrijven geven werk. Hoeveel bedrijven zijn vandaag aan de dag niet gesloten? Zijn niet gesloten. 1. Bedrijven gingen al dicht. Voor COVID gingen bedrijven al dicht door die slechte economie. Houd dat vast. Bedrijven gingen al dicht. En dan is on top of that nog die COVID bijgekomen. U ziet het in uw nabije omgeving. U bent geen vreemde in dit land. Er zijn mensen werkloos. Mensen willen werken, maar er is geen werk. Als er geen bedrijven zijn, is er gewoon geen werk. Zo simpel ligt dat. We zien ook dat bedrijven die mensen werk gaven, dat ze hebben gedownsized. Omdat er geen klanten zijn. Als er geen klanten komen naar een winkel, waarom zou de man zoveel personeel moeten hebben? Als hij geen omzet heeft. Dus ze hebben ook gedownsized. We hebben gezien, vooral bij de horeca sector, waar veel mensen werk vonden in die horeca sector. Heel veel mensen. Neem aan in een restaurant waar jij mogelijk eens bent gaan uiteten. Heb je toch mensen die je kwamen bedienen aan die tafel. En neem aan dat een restaurant simpel 2 mensen heeft gehad in dienst. En dan heb je pakweg 300 restaurants. Noem maar cijfers. Zeg geen exacte cijfers. Alleen maar om je beeld te geven. Dan zitten 600 mensen thuis. Omdat die restaurants gewoon niet meer open mogen, toch? Die 600 mensen zitten thuis. Die mensen hebben geen werk. En dat komt door COVID. Niet dat die restauranthouder niet open wil. Hij kan niet open. Want voorlopig mag je alleen meenemen. Je mag alleen meenemen en je hebt delivery. Je kan niet meer gaan zeggen, Oké, we gaan even lekkertje een dagje uit eten. Omdat ik nog toevallig 2 SRD in mijn portemonnee heb. Oh, niet met 2 SRD koop je ook bijna niks meer. Oké, maar je weet wat ik bedoel. Toch? Dus dat kan gewoon even niet meer. Dus dat is een heel groot probleem. En dan ga je prioriteiten stellen van wat moet ik eerst doen? Je kan niet, het is onmogelijk. We willen alles hebben, ik wil het ook hebben. En ik ga je zeggen wat er nu gebeurt.
Ik draai ook een onderneming, dat doet heel veel pijn. Wij kijken ook als een redelijke MKB-onderneming, dat is een grotere ondernemingen, van hoe betaal je mensen? Die regering is hier allemaal. Ik zeg het ook aan ze hoor. Want ik ben een van die weinige particulieren tussen ze. Je begrijpt wat ik bedoel toch? Niet dat je beter bent, maar je denkt soms afwekend. Je denkt soms afwekend tot misschien een complete menselijke afwijking. De overheid is blij dat die ambtenaren betaalt. Dat hoor je iedere keer. We hebben ambtenaren betaald. Jippiekajee. Ik dacht, wat hebben ze mij ooit gevraagd? Mee? Even niet van wakker, jongen. Van je pij de mafie. Ooit de mafie. Look, jongen. Begrijpt u wat ik bedoel? Er zijn ook andere bedrijven. Gaat dit om mij? Hoeveel particuliere bedrijven die ook sputteren, die moeten hun mensen kunnen betalen. Want je wil die mensen toch niet ontslaan? Sommigen ontslaan mensen. Simpel als dat. Anderen doen dat niet, omdat ze een family operation hebben. Met andere woorden, ze zijn een family-owned company. Wij zijn een family-owned company. We zijn geen multinational. Met andere woorden, we hebben gezicht. We hebben gezicht, we kennen iedereen. Een multinational daarentegen, die zegt gewoon, ga jij naar huis. Zo erbied erop, omdat je die eigenaar niet kent. Kijk toch naar Suralco, toch? Iedereen naar huis. Eigenaar, niemand kent die eigenaar, toch? Ken je die eigenaar? Ik ken die eigenaar niet. Maar in family-owned companies ken je die eigenaar, zoals wij doen dat niet. Soortgelijke bedrijven doen dat ook niet. Heel wat bedrijven doen dat ook niet. Je probeert je systeem floating te houden, maar de vraag is, hoe lang ga je een floating houden? Hoe lang hou je een floating? Dus daarom moet die samenleving, dit soort samenlevingen, u moet Surinaamse entiteiten ondersteunen, omdat al werk jij vandaag niet daar, maar er werkt wel een kwadraman van je daar. Een nicht van je werkt daar, een neef van je werkt daar, wel daar. Maakt niet uit waar, toch? Maar het is voor iedereen lastig. Iedereen lastig. Heel lastig. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Oké, die ligt er even eruit. Dus wat moet die regering doen? Die regering heeft schulden, maar daar heb je geen boodschap meer aan. Want Brazil heeft dat zoveel keren gezegd en ik hoor mensen ook zeggen, ja, maar daar heb ik geen boodschap aan. Dat is helemaal begrijpelijk. Voor jouw boodschap is, ik heb mijn familie, ik heb mijn kinderen. Of misschien heb ik nog geen familie, misschien heb ik ook kinderen, maar ik ben nog jong. Hoe ziet mijn toekomst eruit? Dat is belangrijk voor jou. Ze moeten geld gaan lenen. Ze hebben geen keus. Want geld verdienen nu, dat is er niet. Waar gaat die overheid geld verdienen? Alle bedrijven van die overheid die nog een dubbeltje binnenbrachten, die hebben schulden of maken helemaal geen winst. Die hebben schulden en er waren niet veel. Je kon ze op je vingers tellen. Die brengen geen kwartje meer binnen. Geen kwartje komt meer binnen. Want je zit schulden te betalen. Schulden te betalen. Zo schuldje, pai. Dus die Johnny komt er niet. Maar dat zeg jij tegen jezelf. Maar is niet mijn moeder, ik heb hier op hij. Want jij wil de president worden. Ik kan. Maar mis dat mijn kinderen, maar Milobudu. Maar je hebt gelijk. Dus wat moeten ze gaan doen? Ze moeten ergens geld gaan lenen. Ze moeten geld gaan lenen. Ze hebben geen keus. Dan zeg je, oh, ze gaan lenen. Maar zij gingen toch zeuren. Bouter, ze ging overal lenen met hoefdraad. En nu ga jij weer lenen. En waarom ging je toen zeuren? Jouw zeurkop. Waarom ging je zeuren? Maar het lenen gaat een andersoortige lenen zijn. Het lenen gaat niet zijn om eten en drinken en om te huppelen. Nee. Je gaat met die ene lening die andere lening betalen. Begrijpt u me? Dat ga je doen. Maar die ene lening, daar zegt die man, daar moet je me 13% rente geven. En dan zeg je, maar bij Pajswana, dat je zoekt een lening, ben je van 4%, dat je bijatra lening die spoeroe. Toch? Dan krijg je zuurstof. Dus het is breed creatief denken nu. Maar of ze die lening gaan vinden, dat is punt 2. U bent in de uitzending, goeiedag. Ja, goeiemorgen, heer Dekan. Goeiemorgen, goed, goed. Ja, ik heb even een vraag. Hè. Kijk,
denk niet dat iedereen weet wat er aan de hand is. Iedereen weet hoe het goed komt dat nou eigenlijk die devaluatie. Want de devaluatie was eigenlijk al begonnen toen met COVID. Iedereen begon te hamsteren. Dus dat weet iedereen. Maar wat ik dus eigenlijk wel raar vind, is dat het principe, hè, dat wij zeggen dat de bevolking moet gaan betalen, dat de ambtenaren in feite betaald moeten worden. Daar komt het primair in de eerste instantie op neer. Uiteraard zijn er ook, laten we zeggen, infrastructurele werken die betaald moeten worden, et cetera. Maar primair is het om de ambtenaren, de grote druk van de ambtenaren die elke maand betaald worden. Ja, ik bedoel, hoe ga je dat betalen? Kijk, het komt bij mij over als een vicieuze cirkel. Want aan de andere kant moet de bevolking daarvoor betalen. Aan de andere kant heeft de bevolking er ook niet echt om gevraagd. Oké, ze hebben wel op een regering gestemd die het heeft gedaan, die het misdaan. Maar per slot van rekening moeten gelag betalen. En het ambtenarenapparaat is nog niet gesaneerd. Vorige keer had IMF ook gevraagd dat er zo'n 20-30% zou afvallen. Maar dat is ook nooit doorgevoerd door de toenmalige president, omdat hij bang was dat hij zou verliezen bij de verkiezingen. Dat is één. Ten tweede, men zegt, de minister van Financiën zegt dat het is de voorlopige maatregelen en het komt wel weer goed, het komt zeker goed. Maar normaliter, als ik zo naar de wereld kijk, is als er na een devaluatie, het komt nooit meer, die prijs gaat nooit meer naar beneden. Of je moet een andere munteenheid, zoals toen met de SRD. En ik zou ook willen voorstellen een andere munteenheid nu invoeren, waardoor het dan ook niet zo makkelijk, zo verschrikkelijk leek dat je met 14, 15 gaat spelen. Dus als je de Surinaamse gulden weer zou invoeren met een lagere waarde, nominaal, ja, dan komt het ook niet zo onsympathiek over, denk ik. En ten tweede, die goederen zijn in de winkel, die koers van 14 werd al gehanteerd toen direct na het hamsteren. Bij de eerste lockdown. En je ziet bijvoorbeeld, om even wat te noemen, een pakje vegan boter. Dat is 28 gulden, vroeger bij Bestmarkt. En kort erop waren het opeens 43 gulden. En nu zo met de unificatie 89 gulden. Terwijl eigenlijk die 14 al. En hoe komt het? Omdat deze mensen zelf importeren. Zijn bepaalde supermarkten als Choi, Tulip. Die zelf importeren, zij doen het niet via importeurs. Via importeurs is het misschien makkelijker te reguleren, want deze mensen importeren zelf, waardoor zij zelf de prijzen bepalen. Waardoor de bevolking daar de type van wordt. En ook het internet, waarom moet het internet verdubbeld worden? Ik bedoel, we zitten aan de ene kant e-learning te stimuleren. Kijk, als je dus de telefoontarief, oké, die zijn gekoppeld aan de US dollar, dus dat, als dat verdubbelt, begrijp ik het wel. Maar internet, waarom moet internet verdubbeld? Ik bedoel, aan de ene kant propageert de regering dat iedereen moet overstappen op e-learning en Zoom en WebEx en al dat soort programma's om makkelijker met het buitenland en met elkaar te communiceren. En aan de andere kant gooien ze de internetprijs naar twee maal. Dus eigenlijk vind ik ook dat we een beetje voor de kek gehouden worden, want dat hoeft niet omhoog zo. En je gaat het omhoog zetten voordat die parastatale instellingen zijn geaudit. Want er gaat dan nog een audit plaatsvinden. Al deze parastatale instellingen zijn allemaal corrupt. Die zitten met veel te veel mensen die allemaal gefaciliteerd zijn. Ook met managers die helemaal niet deugen. Die helemaal niet gekwalificeerd zijn. Ik bedoel, zou zeggen van, doe eerst die audit. Maak het bedrijf schoon en gezond en ga dan kijken naar de tarieven. Toch? Waarom moeten die bedrijven opeens alles gaan verhogen? Ik bedoel, de melkcentrale is dus ook een puinhoop. Maar ik bedoel, dan moeten zij nu al direct verhogen. Ik bedoel, aan de ene kant rent het niet. Dus ik geloof niet in die sprookjes dat het wel goed komt. Die prijzen gaan nooit meer naar beneden. Wat hoogstens kan gebeuren is net als toen in het jaar 2000... dat de salarissen, doordat het goed gaat, de salarissen een beetje opgetrokken worden door de bedrijven, omdat ze het kunnen dragen. Maar nu in deze tijd, ik bedoel, de helft van de bedrijven zijn al gesloten. Ik vraag me af hoe de bevolking dit allemaal gaat dragen. Alhoewel ze het wel begrepen en willen. Maar als je portemonnee leeg is, ja, dan kan je wel zoveel willen, maar
Er gaat, moest hier en daar wat gepasseerd, toegepast worden, maar niet van de ene dag op de andere. Dat is de vieste hart. Okay. Dat vind ik. Dank u wel. Dank u wel. U ook, meneer. Dank u wel. Ik begrijp de gevoelens helemaal. Hè. Ik voel het ook als die meneer het tegen me vertelt en tegen u vertelt. Want je voelt de emotie, je voelt de waarheid, je voelt de realiteit in zijn toon en de manier hoe iemand het tegen je zegt. Dit land is in elkaar geklapt. Ons land is in elkaar geklapt. Letterlijk in elkaar geklapt bij die overname. Ik heb het al die tijd toen ik Kal Ajor Kal deed, ik doe het al heel lang, heb ik steeds ervoor gewaarschuwd dat je kan geen geld uitgeven die je niet hebt. Maar die klap is zo groot dat je in feite mensen, het is veel pijn. Ook ik voel die pijn. Waarom dat niet weer want das? Ik heb ook mensen die voor me werken. En ja, soms zit ik ook met mezelf. Want mijn minister van Financiën is geen ambtenaar. Hè? Mijn minister van Financiën is nog erger. Is breed erger. Want die lacht helemaal niet meer tot me. Die lacht helemaal niet. En die zie ik iedere dag. Iedere dag. En die zegt gewoon tegen mij. Letterlijk. En zo zullen ook u. Het is hetzelfde gevoel van u. Hoe gaan wij die lasten betalen? Geen privé. Bedrijfslasten die plotseling met 50-80% omhoog zijn gegaan. Omhoog zijn gegaan. Dat zeg ik. Ik kom er wel altijd op de een of andere manier uit. Omdat je geen keus hebt. Ik weet het nog niet hoe. Maar iedere maand zie ik. Oké. Maar er gaat geen oplossing. Want ik ga u geen onwaarheden vertellen. Want dat mag iemand anders niet doen. Er is geen oplossing morgen. En er is geen oplossing over 2 maanden. Nee. Die oplossing gaat er zijn. Wanneer de overheid geld begint te verdienen. De overheid kan geen geld verdienen. Want ze hebben geen geld. Ze trekken dat geld uit die samenleving. Ze trekken dat geld van u en van mij. En ja, we moeten die ambtenarij betalen. Maar wil je die mensen op straat zetten? Nee. Waar ga je die mensen? Er is nu geen werk. Die ambtenarij moest gesaneerd worden. En toen heeft men het niet gedaan. En dat moest Boutersen hebben gedaan. Want Boutersen 1 was er veel geld. Maar je hebt dat geld toch nergens gezien? Waarom heb je dat geld gezien? Nergens toch? Maar er was veel geld. En toen dat land draaide en er bedrijvigheid was, dan moest je saneren. Maar dan konden die mensen een baan vinden. Je gaat geen mensen zetten en ze hebben geen baan. Het is hard, hè? En zo hard ben ik niet. No. Braraier, hè? Hebt u zich ooit kunnen inbeelden in jouw theater of imagination, als je het nooit hebt gezien, dat iemand niet genoeg voeding heeft? En het leven is niet alleen eten, is ook het plezier van het leven. Is levensgeluk, moet er ook zijn. Is niet alleen, mama verstaat smelter. Als smelter. Dus die regering, heb ik gezegd, ga ik positief begeleiden, niet kritisch. Dat is een verschil. Positief begeleiden. En ik weet, ze zijn bezig geld te zoeken. Ze moeten geld lenen. Waar ga je geld lenen? Waar ga je geld lenen? 1. Op de internationale kapitaalmarkt. Je gaat de wereld in en zegt, jongens en meisjes, hier ben ik. Ik wil geld lenen. En wat zegt die man daar? Oké. Maar ik wil wel rente ervoor hebben. Rente. Dan ga je daar die afspraak beginnen te maken. Ga ik die rente kunnen betalen? En 2, die man gaat tegen je zeggen, maar wat voor garantie heb ik dat ik mijn geld krijg? Wat voor dekking geef je me? Ja, maar dekking toch allemaal een lauw. Zou jij geld geven aan iemand waarvan je niet weet of je het terugkrijgt? Je zou het zelf niet doen, dus zo moet je het in die grote wereld zien. Nee, maar want de maikar is aan collateral. Mooie woorden. Maar de maikar en dekken, dan lijkt wel bangie. Als een bank je geld leent om een huis te bouwen, wat wil hij van je? Amawana grong. Lik dekking.
Dus zo moet je zien dat mobbing niet tegen die rente. De heer zegt, maar oké, we zitten aan rente. Maar als je nou een lening hebt, wat Bouterse heeft genomen, een van die dodelijkste leningen is van Oppenheimer, 12-13%, we deden, dan moet ik hier in om. We zitten gewoon 7%. 7%. Ik noem maar wat. Hij zegt, oké, gimeng, met paya die sporen, met paya, maar met baya, maar je doet een buy-out, dan heb je zuurstof. Want je deed in na film. Ano, child keer you in na film. De trauma keer you in na film. Maar nou, je gaat komen, dus dan ga je lenen. Daarom moet er geleend worden. Maar ook een ander model. Ik geef je modellen. Ik weet niet of het gaat werken, maar ik geef je modellen. Want als je niet denkt en presenteert, dan heb je ook niks. Dan willen ze naar IMF. Migado. Heren, je weet, ik ben geen voorst minol op IMF. Tijdens Hoefdraad heb ik het hier aan je uitgelegd en hij gaat ook hier uitleggen. Want als deze regering, die ik positief begeleid zeg, want ze zeggen al, ze hebben een stand-by agreement, brengen we een sapsana agreement. Want IMF gaat je 1-2% rente vragen, 1-2-3% interest they're gonna ask you, lang termijn, maar ze zijn ook actief you. Dat mean she. Want je weet, ik ben geen fan van IMF. Dat ga ik je nu zeggen. Ik ga het je nu zeggen. Ik ben geen fan van het Internationaal Monetair Fonds. Ga naar mijn vorige uitzendingen kijken tijdens Hoefdraad toen hij IMF hier bracht. En toen allerlei quasi-economen kwamen uitleggen dat IMF een menselijk gezicht heeft. IMF heeft geen menselijk gezicht. IMF is een die-hard business deal. Total business deal. Dus mijn sabi. En mijn lazy. Dan ga ik bij jou komen. Want wij zijn partners. Toch? Jij en ik zijn die partners. Maar ten meer IMF. Met begin hoor me idee. Brada. Met begin hoor me idee. Maar kijk, die maatregelen die ze nu doen. Is een voorschot op het IMF. Want IMF gaat je een paar dingen vragen. Arki boom, arki. IMF wil begin actieeren nou. Zo met laat die mij abi. Zo daar rappen we beginnen. Zoveel ambtenaren. Wat ga je met ze doen? Ik geen antwoord. Dan moet ik EBS. Je paai je subsidieerstroom. Harpuru. Watra? Harpuru. Oli? Harpuru. Oké, oli de maar harpuru. Oli de maar harpuru. Dus... ik wil het liefst de man op tijd lauwloos aan. Want je weet, ik ben een klein beetje dicht bij mijn actie. En ik ga bij je komen. Maar ik ga je ook komen zeggen van, als A niet is, wat moeten we doen met B? Want dan moet je me ook zeggen wat B is. Want jij bent met mij. En jij gaat altijd met mij blijven. Als we A niet doen, wat is B? Dus laten we lekker praten hier in deze uitzending. Wees ook creatief met oplossingen. Help denken. Ik neem al uw mooie dingen mee. Ik neem het mee. Of ik terugkom ermee, weet ik niet. Maar ik neem het wel mee. Weet je? Maar er is veel problemen. Biggie probleem. En daarom zeg ik steeds, en ik zeg aan president Santokki, wees, laten we mensen moeten bescheiden zijn, brada. Bescheiden zijn. Want of die actiesamenleving... liever in crisis, pijn, rugpijn, buikpijn, hoofdpijn, nierpijn, stierpijn, alle pijn. Dan moet jij wel een voorbeeld zijn, brada. Je mensen om je heen ook. Want dit is mijn loko, toch? Dit is mijn loko. Isabi, toch? Ik begrijp. Maar we gaan nog veel praten, u en ik. Veel praten. We gaan blijven praten en we gaan het zoeken. We gaan die oplossingen zoeken. Maar uw pijn voelt u. En u weet hoe je ermee omgaat. Ik kan uw pijn niet voelen. Ik voel mijn pijn op mijn eigen niveau. Maar u ook op uw eigen niveau. Maar laten we praten. Laten we doorpraten. Doordenken. U en ik, samen. Ik ga eruit. Ik bedank u, dat was mijn eerste uitzending. En inshallah ben ik er weer woensdag... met een andere aflevering van Rashid Pirkans Kal Ajor Kal.
Ik bedank u van harte voor uw bijdrage in deze eerste aflevering. Ik spreek de wens uit dat we het beter gaan doen in de eerstvolgende aflevering. We nemen alle goede dingen mee. Alles wat u minder goed hebt gevonden, legt u terzijde. En we blijven doordenken. En we blijven naar modellen en oplossingen zoeken. En we blijven alles positief begeleiden. Ik groet u. Ram Ram, Namaskar, Goedahavis, Salam Aleikum. Dit was Farid Pirkan voor Rashid Pirkan's Kalaal Jorkel. Dag.